SZF-verzekerden moeten bijbetalen voor cataractoperaties, benadrukte minister Amar Ramadien van Volksgezondheid gisteren in de Nationale Assemblée tijdens een openbare vergadering. Hoewel er een overeenkomst is bereikt tussen de betrokken partijen, blijkt dat oogartsen toch om bijbetaling vragen aan SZF-verzekerden. En dat mag niet, omdat het nieuw tarief dat binnen deze overeenkomst is besproken, zowel het materiaal als het specialistisch honorarium omvat. Het AZP en SZF zijn inderdaad geconfronteerd de laatste weken met enkele personen die ondanks de nieuwe overeenkomst toch hebben moeten bijbetalen bij oogartsen. Na onderzoek heeft zowel de directie van SZF als de directie van AZP de specialisten in kwestie verweer laten voeren en momenteel wordt nagegaan welke maatregelen getroffen zullen worden tegen deze specialisten. Ik roep elke SZF-verzekerde op die een cataractoperatie moet ondergaan om melding te maken bij het SZF als u moet bijbetalen. Er wordt hard gewerkt aan tarieven, voorzitter. We onderhandelen met partijen en de burger / verzekerde mag hiervan, als er succes geboekt is, niet de dupe meer zijn. De minister roept de oogartsen op om zich te houden aan de gemaakte afspraken als het gaat om de cataractoperaties. Het ministerie is nog lang niet klaar met deze kwestie, zegt de bewindsman. We hebben de kwitanties van patiënten ontvangen, we hebben daar ook onderzoek op gedaan. En er is verweer laten voeren door de oogartsen. Er zijn een paar oogartsen die ondanks de gemaakte afspraken toch nog bijbetaling vragen van patiënten. Maar als het niet correct is, dan zullen ook de nodige maatregelen getroffen worden. En de patiënten in kwestie zullen ook geïnformeerd worden vanuit de verzekeraar of het ziekenhuis. De minister liet weten dat het bijbetalen voor cataractoperaties tot het verleden behoort. Sinds de onderhandelingen geresulteerd hebben in tevredenheid van de betrokken partijen, moeten SZF-verzekerden niet betalen voor deze operaties, herhaalt Ramadien.